Maar de belangrijkste boodschap die ik vandaag wil meegeven is eigenlijk dat we in Vlaanderen voor enkele heel grote uitdagingen staan. En dat is dat we tegen 2050 400.000 extra wooneenheden nodig hebben. Maar die uitdaging moeten we combineren met ook een paar andere uitdagingen. Dus onder andere ons ruimtegebruik, geen open ruimte meer aansnijden. Met klimaatuitdagingen, met de prijs van de woningen en ga zo maar door. En het circulair bouwen zal sowieso daar een heel belangrijk onderdeel van uitmaken. Maar de kern van mijn boodschap is eigenlijk dat dat niet alleen een uitdaging is in de zin van een opdracht en een moeilijkheid waar we voor staan, maar het is ook een bijzonder grote kans, een opportuniteit. Vooral voor ondernemers. Ondernemers spelen hierop in. De bouwsector staat voor enkele heel grote innovatieprojecten, een paar innovatiegolven die hier aankomen. En circulair bouwen maakt daar een onderdeel van uit. Dus laten we samen die uitdagingen voor de Vlaamse woonmarkt aangaan, maar laten we daar vooral ook de opportuniteiten van benutten die er voor ondernemers in zitten. Ja, ik was heel blij om vanmiddag hier aanwezig te zijn rond het circulair bouwen als gedeputeerde bevoegd voor innovatie en economie van de provincie Vlaams-Brabant. Maar ik meen dat wij als provinciale overheid, maar ook alle overheden, zeker en vast het circulaire op de agenda moeten zetten, omdat we toch de ambitie hebben om klimaatneutraal te zijn hier in Vlaams-Brabant tegen 2040. Maar ook natuurlijk dat we aanjager moeten zijn naar de privé toe, naar andere overheden zoals gemeentebesturen, om het circulaire aspect mee op te nemen in hun bouwprojecten. De voorbije jaren hebben we heel hard gewerkt om de voetafdruk van onze gebouwen in gebruik naar beneden te krijgen. Zover zijn we nu. Onze gebouwen draaien op warmtepompen die gevoed worden door hernieuwbare energie. Maar de volgende stap voor ons is om ook de voetafdruk van onze gebouwen tijdens de productie, tijdens de bouw, om die te gaan reduceren. En daar hebben recyclage, hergebruik van materialen, maar vooral biobased materialen, een heel belangrijke rol in.